In Kasteel Elslo vond een conferentie plaats over de beoogde grensoverschrijdende brug over de Maas tussen de gemeenten Stijn en Maasmechelen. De maatschappelijke relevantie en de visie op de brug werden onder de aandacht gebracht bij alle belanghebbende organisaties en toekomstige participanten uit België en Nederland. Sprekers schetsten het scala aan kansen die een dergelijke grensoverschrijdende brug te bieden heeft voor de hele EU-regio. Als je goede verbindingen maakt over en weer, creëer je een hele nieuwe economie rond dat toerisme. Die verbinding is essentieel. Ik heb het gevoel dat er veel enthousiasme is. Vanuit de gemeente Maasmechelen zijn we ondertussen heel erg warm geworden van het idee van Stijn. En we gaan daar zeker alles aan doen om dat misschien samen te kunnen realiseren. Verhalen van vanavond gehoord te hebben, geloof ik in de enorme kansen die die verbinding ons brengt. Zouden wij niet in staat zijn om aan te sluiten op die venbaan? En zouden wij niet in staat zijn om een verbinding te maken via de westelijke mijnstreek en uit te komen op dat kolenspoor? Ik kan het eigenlijk bijna niet geloven dat hier nou zoveel overheden zitten die in het begin misschien toch ook soms wel een beetje niet gelijk aan boord sprongen, dat die nou allemaal om zijn en dat die allemaal heel positief zijn geworden. Ik heb heel veel enthousiasme gevoeld aan de tafel, niet alleen van de deelnemende gemeente aan beide kanten van de Maas, maar ook van mijn collega de provincie Nederlands-Limburg. En ik denk dat dat de belangrijkste stap is, enthousiast zijn om beide Limburgen te verbinden. Als wij Belgisch-Limburg en ook Nederlands-Limburg op deze wijze met een iconische brug met elkaar zouden kunnen verbinden. En ik denk dat het heel veel meerwaarde heeft voor het toerisme in beide Limburgen. Als je samen daadwerkelijk iets wil, dan moet je eruit kunnen komen. En dat sprak deze avond wel heel erg uit.